I'm Ono of the Foundations of Amateur Radio podcast in Australia, and you're listening to the Daily Minutes. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Dat liep iets anders dan gepland. Voor het onderwerp van vandaag heb ik niet alleen 2 of 3 afleveringen nodig uiteindelijk, maar ook voor de aflevering van vandaag heb ik meer tekst dan eigenlijk de bedoeling was. Verder ben ik een beetje schor, dus ik hoop dat het allemaal lukt. Vandaag dus over radiotechniek, maar wel degelijk begrijpelijk, zonder jargon. Tenminste, dat is de bedoeling, ik hoop dat het lukt. Tot ongeveer 1990 ging veel van de communicatie via de korte golf. In de jaren voor 1990 werd gaandeweg meer en meer overgeschakeld naar satellietverbindingen. En vanaf 1990 was het niet meer verplicht dat koopvaardijschepen buiten de territoriale wateren een marconist aan boord hadden. Officieel heet zo iemand trouwens een radioofficier. Marconisten communiceerden meest in morse. Ze brachten berichten voor de maatschappijen over en ook privéberichten van de schepelingen. Ze schreven elke dag het nieuws op van het ANP dat door Radio Holland in morse werd uitgezonden. Als een schip een aantal dagen of zelfs weken nergens aanlegde, was er anders geen nieuws aan boord. Naast deze taken hadden de radioofficieren nog hun belangrijkste taak, uitluisteren of er noodoproepen waren. Dit werd ingesteld naar aanleiding van de ramp met de Titanic, krap 10 jaar na die ramp, uit mijn hoofd rond 1920. Vanaf toen tot 1990 was deze verplichting er dus. Na 1990 waren er noodbakens en satellietverbindingen die deze dingen geautomatiseerd overnemen. Er hoeft niemand 's nachts nog voor naar de ontvanger te luisteren. De korte golf was druk in die tijd. Allerlei communicatie over grote afstand vond op die manier plaats. Tussen ambassades, tussen bedrijven en soms ook telefoonverbindingen. Sinds ongeveer 1850 zijn er ook onderzeekabels gekomen en ongeveer 10 jaar later waren die er al tussen Europa en de Verenigde Staten. Vanaf het begin van de vorige eeuw kon daar telefoonverkeer overheen, maar de capaciteit was lange tijd heel beperkt, wat dat soort gesprekken erg duur maakte. Misschien ga ik er volgende keer nog wel eens op die onderzeese kabels in, daar is namelijk echt enorm veel over te vertellen. De bedoeling van deze bijdrage was eigenlijk vooral om iets uit te leggen over hoe het nu mogelijk is dat je via de korte golf zulke grote afstanden kunt overbruggen. Wat zijn bijvoorbeeld de mechanismen daarachter? Maar ik besef tegelijk dat als ik niet alleen tegen zendamateurs praat, dat ik dit toch ook in een perspectief moet plaatsen om het begrijpelijk te houden. Waarschijnlijk praat ik dus 2 keer over de voortplanting van radiogolven, of misschien zelfs wel 3 keer. Radiogolven gedragen zich op verschillende frequenties in de ether nogal verschillend. Op sommige banden kom je vanwege de bolling van de aarde niet verder dan 60 tot 100 kilometer, afhankelijk van de hoogte van de antennes. Het is vooral de korte golf van ongeveer 3 tot 30 megahertz waar je met relatief bescheiden apparatuuropstellingen enorme afstanden kunt overbruggen. De grootste afstand die je van hieruit kunt overbruggen is Australië en Nieuw-Zeeland, zo'n 24.000 kilometer. Rechtstreeks en zonder de hulp van providers gaat dat. Radioamateurs maken hier nog steeds veel gebruik van en de belangstelling bij een aantal professionals voor de frequenties neemt tegenwoordig ook weer sterk toe. In sommige landen is de korte golf echter nog steeds belangrijk. Het uitgestrekte noordwesten van Australië heeft een bar klimaat. Het is er altijd bloedheet en er valt weinig regen. Het is er om die reden zeer dun bevolkt. Internet kan er alleen via de satelliet, wat relatief duur is. Mobiele netten en vaste telefoons zijn er alleen bij nederzettingen en die zijn meestal hooguit een paar duizend inwoners groot. Er zijn daar ook nauwelijks meer omroepuitzendingen te ontvangen. Een handvol particuliere initiatieven namen voor eigen rekening en deels op hobbybasis de uitzendingen over toen de Australische, zeg maar, wereldomroep 1 jaar of 8 geleden zijn uitzendingen staakte. Voor nagenoeg alle communicatie is men er dus nog op de korte golf aangewezen. En ook kinderen waarvan er weinig zijn, een flink deel van de mensen in de regio werken overigens in de mijnen en wonen elders, maar er zijn ook kinderen. En die kinderen die krijgen hun scholing ook op afstand via de korte golfzender. De meeste van die uitzendingen zijn net als bij ons voor 1990 gewoon voor iedereen mee te luisteren. Omdat het gewoon nog veel gebruikt wordt, maakt de Australische Weerdienst nog serieus werk van de voorspellingen hoe de voortplanting van radiogolf in de komende dagen zal verlopen. Tot zover het eerste deel. Ben je nu geïnteresseerd om wat meer kennis over deze materie op te doen? Op de Facebookpagina van Radio Theepot staat een linkje waar je een uitermate goed boekwerkje van slechts 24 pagina's, gemaakt door de Australische Weerdienst, gratis kunt downloaden. Voor wie via internet luistert, van Radio Theepot schrijf je Theepot met 4 letters. T-P-O-T. Nou, het zal wel duidelijk zijn hoe die propagatie werkt, is voor een volgend deel van dat vermoedelijke drieluik. De eerstvolgende over dit onderwerp zal in de komende week te beluisteren zijn. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je niet je punt stoot.